In de Efteling, in een sprookjesachtige omgeving, is Rick van den Hoog uit Uden aan het stukken. Rick gaat 4 dagen per maand naar school. In de rest van de tijd leert hij het vak van stukkendoor in de praktijk. Ja, zo is goed, jongen. Perfect. Dat Rick een leerwerkplek heeft, is uitzonderlijk. Zelf is het bijna niet te doen om een werkplek te vinden. Het is heel moeilijk op het moment. Ja, hoe merk je dat? Ja, je belt heel veel bedrijven op, zelf ook, maar dat kan gewoon niet. Het is gewoon te duur ook voor hen. En sommige bedrijven willen het wel, zoals nu. Dus daar heb je gewoon geluk mee. We hebben niet veel mensen. Rick heeft dus mazzel. Dat er in de bouw zo weinig leerwerkplekken zijn, heeft eigenlijk maar 1 oorzaak. De recessie. Er worden te weinig woningen gebouwd, te weinig werk. Een paar jaar geleden hadden we bijvoorbeeld 100 leerlingen in de regio en ik denk dat het nu op een kwart zit. Dus het is vrij extreem. Bij het Koning Willem 1 College in Den Bosch merken ze ook dat het steeds moeilijker wordt. Daar leiden ze stucadoors op, maar een plek in de praktijk is dus nauwelijks te vinden. Ik heb al bij meerdere bedrijven gelopen, maar dan word je na een tijdje gewoon eruit gegooid. En wat zeggen ze dan? Wat is de reden? Ja, of je bent te duur, of ze hebben weer niet genoeg werk, of ze geven geen reden. Hadden we in 2008 hadden we zo'n 290 leerlingen binnen de bouw en op dit moment zijn er dat rond de 135, waarvan er zo'n 60% zonder werk zit op dit moment. Om van de nood een deugd te maken heeft het Koning Willem 1 College voor de aankomende stucadoors voltijds opleidingen geïntroduceerd, met af en toe een stage. Eerlijk gezegd zitten de leerlingen daar niet op te wachten. Theorie is niet voor mij weggelegd. Wat dan wel? Ja, gewoon met mijn handen praktisch bezig zijn. Wat de toekomst de bouw gaat brengen is moeilijk te voorspellen. Zeker is dat de komende jaren zo'n 30.000 bouwvakkers met pensioen gaan. Het huidige tekort aan leerwerkplekken zal dan pijn gaan doen. Wij zijn bang dat het vakmanschap dat gaat verloren. We leiden de laatste 2 jaar al te weinig op. Dus over een paar jaar komen we ze eigenlijk tegen.